Goeiedag, welkom bij het webinar over artrose. We gaan zo meteen eerst kijken naar een video met de presentatie van Frans Poel, waarin hij vertelt over artrose. Na afloop van de video zijn zowel Frans Poel hier als Boukje Warming van Medipoint. Zij zullen de vragen uit de chat beantwoorden. Dus als u vragen heeft tijdens de presentatie, stel ze gerust in de chat. En na afloop zullen zij deze beantwoorden. En ik hoop dat jullie het interessant vinden. We gaan nu kijken naar de video. Hartelijk welkom, dames en heren, op deze webinar over artrose, gewrichtsklachten. Wij weten allemaal dat we in Nederland allemaal ouder worden. En de ouderdom komt met gebreken. Maar is dat wel zo? Ik ga u vandaag meenemen over met het onderwerp artrose en gewrichtsklachten. En mijn naam is Frans Poel en ik ben fysiotherapeut en revalidatieadviseur. En jarenlang ervaring in de daadwerkelijke revalidatie van mensen met gewrichtsaandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals fracturen, maar ook met nieuwe heupen, nieuwe knieën, nieuwe schouders en alles eigenlijk wat erbij komt. Graag wil ik u verder meenemen over dit onderwerp. En de aanleiding daartoe is dat wij allemaal weten dat Nederland vergrijst. De bevolkingsgroep die ouder is, die groeit maar en die groeit maar. U kent vast wel iemand in uw omgeving die praat over een nieuwe heup of over een nieuwe knie. Wat ook veel het uiteindelijke gevolg is van een jarenlange carrière met gewrichtsklachten. Dat zien we ook terug in allerlei cijfers. Dat de prognoses, maar de cijfers ook van nu, dat er wel rond de 50.000 mensen per jaar alleen al in Nederland worden geopereerd aan een nieuwe knie of een nieuwe heup. En een schoudervervanging is een goede runner-up. Dat illustreert eigenlijk dat er steeds meer klachten voorkomen aan het bewegingsapparaat. Die klachten die hoeven niet direct artrose genoemd te worden, want als je ouder wordt, word je nou eenmaal iets gebrekkiger in je bewegingsapparaat, wat minder krachtig, je hebt wat startklachten, dan moet je niet meteen denken, oh god, dat zal wel artrose zijn. Want daar gaat toch allerlei onderzoek, maar met name röntgenfoto's aan vooraf. Deze webinar is ook vooral om u wat helderheid te geven, informatie over wat er allemaal feitelijk met u aan de hand zou kunnen zijn, maar vooral ook hoe u met een goede leefstijl en beweegprogramma's, hoe u zelf heel veel aan deze mogelijke klachten kan doen. Wat is artrose? Echt de zuivere definitie van artrose is dat het een chronische, progressieve gewrichtsaandoening is. Chronisch wil zeggen dat het ergens begint en dat het niet overgaat. Progressief wil zeggen dat het op een bepaald niveau begint, dat je dat voor het eerst gaat merken. En progressief verloop wil zeggen dat het langzaamaan steeds erger wordt. En dat steeds erger worden, dat is per individu verschillend. Dat kan heel snel verlopen of in een veel langzamer proces over jaren uitgesmeerd. Maar progressief is het zeker. Hoe herken je het? De meeste mensen herkennen wel als ze 's morgens van bed afkomen dat ze wat stijfheidsklachten hebben. Dat zou je kunnen rangschikken onder normale ouderdomsklachten, dat het wat moeizaam is om op gang te komen. Maar goed, als je dan in de badkamer bent en je bent de trap afgelopen en je bent rondom je ontbijt, dan zeg je nou, ik voel eigenlijk niks meer. Lichte stijfheidsklachten. Dat zijn zo wat beperkingen die je daarvan merkt. Maar als dat toeneemt en het duurt langer gedurende de dag, en vervolgens ook weer is het weg, maar bij inspanning en langere afstanden lopen doet het zich weer voor, dan kan je denken van nou, hier is mogelijk wat meer aan de hand en wat meer structureel, zoals dat heet. Wat zijn dan klachten? Stijfheid, pijn, bewegingsbeperking, minder reactiekracht, dus dat je ook sneller het gevaar hebt dat je je evenwicht verliest, dat je een misstapje doet.
dat je moeite hebt om van de fiets af te stappen, om dat ook snel en veilig te kunnen. Met andere woorden, dan gaat het effect hebben op je functioneren. Ik noemde net op dat artrose een chronisch progressieve aandoening is van een gewricht. En in principe kan het voorkomen in ieder denkbaar gewricht wat je in je lichaam hebt. Dat er natuurlijk ook aan de hand van de eerder genoemde aantallen operaties, dat het veel voorkomt in heupen en in knieën en een goede runner-up schouderklachten, maar ook lage rugklachten in je lendenwervelkolom komt het veel voor, maar ook in een duim of in een teen. Maar die zijn duidelijk in de minderheid ten opzichte van heupen en knieën. Dat functioneren in uw dagelijks leven, wordt dat dan steeds hinderlijker? Ja, de klachten nemen toe. De stijfheid neemt toe, de pijn neemt toe. Dan is een eerste stap van dat je zegt, nou, wat medicatie om de pijn wat te reduceren. Zoals eenvoudige paracetamol of dat soort dingen. Dat is wat je er zelf aan kan doen. Maar de rode draad van deze webinar zal zijn dat wat u er zelf aan kan doen, vooral zit in activiteit, in bewegingen, in aan de gang blijven, in blijf uw spieren gebruiken. Al of niet door uzelf ingegeven, maar ook veelal met wat professionele begeleiding om beweegprogramma's te ondergaan om uw eigen niveau naar een hoger level te krijgen. Krachtiger blijven enzovoort. Achter mij ziet u twee afbeeldingen van gewrichten, waarvan de ene, de linker, bedekt is met een mooie laag kraakbeen van voldoende dikte en van voldoende structuur en elasticiteit. En dat zal geen klachten geven. Maar aan de rechterkant ziet u een gewricht waar de kraakbeenlaag is aangetast. Die is dunner, die is beschadigd. Ik maak altijd de vergelijking dat de linker kraakbeenlaag van de linkerafbeelding vergelijkbaar is en zo glad is als een biljartbal. En de rechterkant lijkt meer op alsof je op een broccoli kijkt. En als het heel erg is nog, zelfs op een verrotte broccoli. Met andere woorden, putten en meer een maandlandschap van kraakbeen. Daar kunnen ook allerlei puntjes en haakjes aan zitten. Osteofieten, met een moeilijk woord genoemd. Dat zijn haakjes en puntjes vergelijkbaar met haaientanden, die dan ook aan de randen van de gewrichten zitten. En die kunnen ook hele vervelende, stekende pijnen veroorzaken. Dus naast de pijn die je dan normaal al hebt, dat er ook bij een bepaalde beweging nog een extra prikkel aan pijn wordt gegeven. Die prikken dan in het gewrichtskapsel. U kan zich voorstellen dat dat heel hinderlijk is. Ik wil u graag ook meenemen nu in wat u er vooral zelf aan kan doen. U weet wellicht altijd uit allerlei publicaties en wat er ook om u heen allemaal gebeurt, dat een gezonde leefstijl de Haarlemmerolie is voor vrijwel alle aandoeningen die er maar bestaan. Met name allerlei ouderdomsaandoeningen. En in dit geval voor gewrichtsklachten en artrose geldt dat zeker ook. Wat kunt u er zelf aan doen? Een gezonde leefstijl. Wat houdt dat in dit geval? Een van de belangrijkste items is dat als je wat gewrichtsklachten hebt, dan heb je veel de neiging om wat aan je activiteiten in te boeten. Met andere woorden, die worden minder. Je bent wat voorzichtiger, je loopt wat minder, je fietst wat minder, je beweegt wat minder. Als je dan wel je normale eetgewoontes, die je al je hele leven gewend bent, in stand houdt, is er een levensgroot gevaar dat je zwaarder wordt. Je lichaamsgewicht neemt toe. En het blijkt uit de praktijk dat lichaamsgewicht toename een van de grootste redenen is van het toenemen van gewrichtsklachten. Dus een belangrijke boodschap is, let op uw eetgewoontes, let op de hoeveelheid eten, let op wat u eet, om uw lichaamsgewicht zo goed als mogelijk onder controle te houden. En zo feitelijk is de bottom line van mijn boodschap, hoe geringer uw lichaamsgewicht is, hoe minder de klachten zich zullen openbaren. U kan zich voorstellen, als je 100 kilo weegt en op een beschadigd gewricht, dan geeft het meer klachten als dat je 75 kilo weegt. Een ander belangrijk punt is dat je moet blijven bewegen. Want krachtige spieren is voor alles goed en ook voor artrose. Met andere oefeningen.
En dat kan zijn dat u dat zoekt in lopen, wandelingen maken, maar dan ook nog weer een extra booster aangeven door krachtig te lopen, door goede stappen te maken, door bewust te zijn van uw paslengte en de kracht en de afstand zo mogelijk ook steeds maar wat te vergroten. Fietsen is natuurlijk een goede bezigheid, maar ook allerlei andere oefeningen vanuit een stoel, opstaan en gaan zitten, op een oefenmat oefenen, benen in de lucht, buikspieroefeningen, rugspieroefeningen, kan u allemaal zelf doen om de gewrichtsklachten in zekere mate onder controle te houden. Dus dat is heel belangrijk dat u dat zelf doet en ook zeer regelmatig, meerdere malen per week, het liefst dagelijks een half uurtje. De door mij genoemde zelfwerkzaamheid is het allerbelangrijkste. Ook als het in een stadium komt dat u toch zegt, ik moet toch eens even de huisarts bezoeken of ik er nog wat meer aan kan doen. Wat voor mogelijkheden heeft de huisarts dan? Die kan natuurlijk medicatie voorschrijven. Gemiddeld genomen is paracetamolgebruik wel al gemiddeld genomen, kan iemand dat zelf al halen en beslissen en uitproberen of dat helpt. Maar ook de huisarts kan er natuurlijk hele goede adviezen en aanwijzingen voor geven, hoeveel en in welke mate je dat allemaal moet innemen. En naast paracetamol kan de huisarts natuurlijk ook andersoortige middelen, zoals NSAID's, oftewel ontstekingsremmers en pijnstillers, zoals diclofenac, brufen en dat soort middelen aan u voorschrijven. Maar dat zou ik niet zomaar zelf gaan uitproberen, maar duidelijk onder begeleiding. De huisarts kan natuurlijk ook heel makkelijk voor u een röntgenfoto aanvragen, waar dan ook de staat van uw gewricht goed in beeld wordt gebracht en waar dan ook een oordeel komt van de radioloog die dat beoordeelt. En dan kan je zien in welk stadium artrose zich voordoet in het gewricht. Er zijn allerlei stadia, wat ik u al noemde, van dat er een geringe beschadiging is van het kraakbeen, tot aan ernstig, tot aan dat het kraakbeen eigenlijk verdwenen is. Dat is dan op de röntgenfoto. U moet zich wel bedenken dat de uitslag van de foto en de staat waarin uw kraakbeen is, dat niet altijd overeenkomt met uw klachten. Met andere woorden, het kan op de foto behoorlijk ernstig zijn, maar de klachten toch nog gering of andersom. Maar toch, dan zou een mogelijke diagnose en de gewrichtsklachten dat het ook echt artrose genoemd wordt. Net heb ik u goed meegenomen in wat u er allemaal zelf aan kan doen. Als u daar onzeker over bent en u wilt daar wat meer begeleiding hebben, dan kan uw huisarts u verwijzen naar een fysiotherapeut. De specialist op het gebied van gewrichtsklachten en de begeleiding daarin. En die kan u vooral allerlei oefenprogramma's laten doen die vooral de belasting van uzelf goed in beeld krijgen. En dat u zelf weet dat u voldoende beweegt, maar het ook weer niet overbelast. Want dat is ook een gevaar. En dat kan je dan samen met een professional goed ondervinden en daarmee uw dagelijks leven inrichten. Als dan uiteindelijk er het niet te houden is, de progressiviteit neemt dusdanig toe en de klachten dat het u echt dagelijks en meerdere keren op een dag behoorlijk hindert en dat het u ook echt tegen gaat staan, dan kan uw huisarts u verwijzen naar een orthopedisch chirurg. En die gaat dan ook vanuit zijn vakgebied nog een keer de röntgenfoto's bekijken, nog weer eens nieuwe maken als er langere tijd bij is verstreken, om ook weer de progressiviteit van de gewrichtsaandoening te bekijken, hoe het verloop is geweest, of het ook daadwerkelijk toeneemt. En dan heeft een orthopedisch chirurg, zal u in eerste instantie ook dezelfde weg laten bewandelen van wat kan u zelf doen, wat kunnen we nog ondersteunen met een hulpmiddel, met krachtsoefeningen, met eventueel een brace rondom een knie, een soort corset waarin uw knie wat ondersteund wordt. Maar uiteindelijk heeft die als therapeutische mogelijkheden het versleten gewricht vervangen. En in de meeste gevallen, als het dus een heup of een knie betreft, dan bent u een van de velen waar dat gebeurt. En dat zijn, omdat ze ook zoveel en in grote aantallen gebeuren, vrij succesvolle tot aan zeer succesvolle ingrepen waar je een behoorlijke kwaliteit van leven weer mee kan winnen. Als dan toch, na jarenlange artrose,
een gewrichtsvervangende operatie toch de finale ingreep wordt om u van uw klachten af te helpen, dan heeft uw ledenvereniging een welkom thuispakket. Dat is een pakket wat u een gerust en veilig gevoel moet geven om na de ziekenhuisopname weer naar huis toe te kunnen. En u weet het allemaal, tegenwoordig moet je heel snel na een operatie weer naar huis toe, naar je eigen huis. Dat welkom thuispakket is een pakket van maatregelen, voorzieningen die u na overleg met uw ledenadviseur individueel samenstelt, dus op maat gesneden voor u. Dan moet u denken aan loop- of andersoortige hulpmiddelen die in uw huis worden geleverd en aangebracht, maar ook personenalarmering, huishoudelijke hulp, maaltijdservice of begeleiding voor naar familie- of ziekenhuisbezoek. Ten slotte wil ik u nog ter afsluiting van deze webinar meegeven dat het belangrijkste is uw leefstijlinrichting en uw activiteitenpatroon. Volgens het principe van use them or lose them. Oftewel, hou uw lichaam aan de gang, blijf uw spieren gebruiken, blijf uw spieren prikkelen en dan blijft u langer gezond met minder klachten tot geen klachten. Ik drink tenslotte liever een kopje koffie met u dan dat ik u in de praktijk als professional ontmoet. Ja, we zitten klaar. Voor de vragen. Er zijn een aantal vragen in de chat binnengekomen. Allereerst, zijn voedingssupplementen nuttig? Er is een vraag binnengekomen over met betrekking tot het nemen en het uitzoeken van voedingssupplementen bij artrose. Vooropgesteld dat staat er ook altijd, dat gezonde voeding altijd goed is voor iedere aandoening. Dus dat is een basis. En dan voedingssupplementen specifiek voor artrose zijn nooit niet echt onderzocht op wetenschappelijke basis. Maar er zijn er toch genoeg, zoals glucosamine en chondroïtinesulfaat, als voedingssupplementen te vinden. Een goede kwaliteit. Is het altijd raadzaam om het te proberen. We nemen het een week of 8 tot 10 tot 12 in. En als je dan verbetering merkt, dan zou ik het blijven nemen. Merk je niks, dan stop je ermee. Maar er zijn zeker goede ervaringen mee, maar niet voor iedere vorm van artrose. Dus het is een kwestie van een goed product kopen, proberen. Geef het echt wel 8 tot 10 tot 12 weken de tijd. En als het werkt en als je er baat bij hebt, ga je ermee door. En als het voor je gevoel niks doet, dan stop je. En is er ook nog bepaalde voeding die positieve werking heeft op de pijn? Aan die voedingssupplementen wordt niet alleen een verbetering van de stofwisseling van het gewricht toegekend, maar ook een zekere mate van pijnstilling. En of dat dan secundair is, dat is wat anders, maar het feit van pijnstilling kan ook een prima werking zijn van een voedingssupplement. En dat valt in diezelfde categorie. Probeer het. Doet het wat, dan ga je ermee door. Doet het niks, dan koop je het niet meer. En een andere vraag die is binnengekomen. Is zwemmen ook goed als je artrose hebt? In de presentatie noemde ik het natuurlijk op dat iedere activiteit die toch relatief weinig belasting geeft op een artrotisch gewricht of op artrotische gewrichten, is prima. In beweging blijven, spieren gebruiken, goede conditie onderhouden, spierkracht en bewegelijkheid binnen de grenzen die daarvoor staan, is prima. En zwemmen is natuurlijk bij uitstek een activiteit die je zeg maar in een soort van gewichtsloosheid doet. Dus je belast je gewrichten niet, zoals met lopen en met fietsen en met allerlei andere sporten. Maar juist zwemmen is dan een prima activiteit om te doen. En er zijn natuurlijk zeker ook zwembaden die zich daar ook op aanpassen door
dat op een bepaald tijdstip te doen, de temperatuur van het water wat verhogen, waardoor het wat aangenamer overkomt. En wat soms ook een goed, zeg maar, op de grens van wellnessachtige invalshoek ervoor kiezen. Maar zwemmen een prima activiteit voor vrijwel alle vormen van artrose. Dus zeker doen. Aukje, en heeft MediPoint dan ook nog bepaalde dingen als het gaat om bewegen voor artrose? MediPoint heeft zeker diverse hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij het bewegen. Je kan denken aan het gebruiken van een kleine fietstrainer. Die kan je op tafel zetten voor mensen met schouderklachten om die goed in beweging te krijgen. Maar je kan hem ook voor je neerzetten en daarmee je voeten trainen. Zeker als je wat minder ruimte hebt in je huis en er gelijk een hele grote home trainer, die kan natuurlijk gehuurd worden of gekocht worden. Maar is dat vaak een mooi begin om toch in beweging te zijn en in beweging te blijven. Dus zeker op het vlak van bewegen zijn er meerdere mogelijkheden. En als je artrose in je polsen hebt, hoe kan je daar het beste mee omgaan? Dat is toch een kwestie van, daar geldt ook voor stabiliteit in je pols, goede spierkracht onderhouden en ook vooral gedoseerd bewegen. En juist daar denk ik dat Woukje een goed antwoord heeft op allerlei hulpmiddelen die jou in het algemeen dagelijks leven, eten in orde maken, aardappels schillen, groenten snijden, whatever, wat kracht geeft op je handen, wat kracht vraagt op je handen en op je polsen, dat er allerlei hele handige attributen voor zijn om de pijn en om de bepaalde gewrichtsstanden te voorkomen. Wellicht kan ze daar wat over zeggen. Ja, zeker. Er zijn inderdaad verschillende hulpmiddelen die als het ware een verlengstuk maken van het product wat je wil gebruiken. Artrose zitten vaak in de kleine gewrichten, in de vingers, wat lastig maakt om bijvoorbeeld een sleutel om te draaien in je slot. Je kan daar bijvoorbeeld een sleutelverlenger voor gebruiken. Daar klem je je sleutel in, waardoor je met een veel groter gewricht het slot bedient, in plaats van met je kleine gewrichten kracht moet zetten op een klein oppervlakte. Dat maakt het dat je je sloten makkelijker kan openmaken. Maar bijvoorbeeld ook het openen van een blik of het opendraaien van een fles of het openmaken van een kroonkurk. Je hebt hierdoor gewoon veel meer kracht zetten op een grote oppervlakte. Ik denk dat het wel. En als je uiteindelijk een operatie krijgt, bijvoorbeeld een heupoperatie, wat kan je dan het beste doen? Een heupoperatie, dat is altijd een heupvervanging dan wel te verstaan. Met andere woorden, dat ze dit apparaat als vervanging in je lichaam zetten, waarbij deze steel in je dijbeen gaat en dit kopje er opgezet wordt als vervanging van de versleten kop. En deze kunststof cup in een metalen cup in je bekken en dat maakt de totale heupprothese. Dat onderschatten mensen veel, dat het, een heupoperatie, je ziet er naar uit, je kiest er zelf voor, je bent er naartoe gegroeid. Als het goed is, heeft de huisarts eerst en de orthopeed later allerlei andere invalshoeken eerst gekozen. Goede activiteit, spierkracht optimaal houden, het moet ook genoeg klachten geven, genoeg pijn, voordat je besluit tot het vervangen van je heup door dit. Als dit er dan ingezet wordt, wat toch niet een geringe operatie is, met een behoorlijk litteken en een ingrijpend werk, is het heel goed om een heel professioneel begeleid oefenprogramma te volgen om die heup zo goed als mogelijk tot zijn recht te laten komen. Met andere woorden, je moet weer leren, je moet je artroseloopje kwijtraken ten behoeve van weer een looppatroon zoals je dat had. Zodat je die heup weer optimaal gebruikt. De spierkracht die afgenomen is in de artrosetijd, die moet je weer zien op te bouwen. Je moet de juiste mobiliteit weer gebruiken. Je moet er ook nog, wat betreft veiligheid, weer mee om kunnen gaan.
Dus een stukje professionele begeleiding, fysiotherapeut, ergotherapeut, is zeker op zijn plaats om ook waarde toe te kennen aan de gewrichtsvervangende operatie. Dus professionele hulp zou ik zeker adviseren. Ik zag ook nog een vraag: als je na de operatie nog erg stijf bent, wat dan helpend is? Nou ja, dan is toch oefenen. De vraag is via de chat van als je ook na de operatie, na een gewrichtsvervangende operatie, nog een stijf gevoel hebt. Dat past in dat je gemiddeld genomen hebben mensen 5 jaar artrose voordat ze tot die gewrichtsvervanging overgaan. En als je dan, en in die 5 jaar word je stijver, je hebt meer bewegingsbeperking, je kracht neemt af, je lichaamsgewicht neemt wat toe. En dat moet je weer, dat is heel fijn en plezierig, zoals ik dat in de presentatie noemde, dat je dat gedurende die artroseperiode alvast onderhoudt en goed in de gaten houdt en daarmee aan het werk bent. Want dan heb je er, als uiteindelijk je heup of knie vervangen wordt, heb je er heel veel baat bij. Dat je dan makkelijker door een revalidatieprogramma heen kan lopen. Heb je, zal ik maar zeggen, in die 5 jaar achterstallig onderhoud opgelopen. Die stijfheid neem je weer mee na de operatie. Sterker nog, die kan soms zelfs nog duidelijker aanwezig zijn. Dus is het zaak om er heel hard aan te werken om een optimaal resultaat te behalen. Als het dan niet gaat, nee, ik moet het eigenlijk andersom zeggen, in die revalidatieperiode is het soms ook van veiligheid en om je goed te zelfstandig te kunnen redden, is het ook weer prima om allerlei hulpmiddelen van Boukje, zal ik maar zeggen, te gebruiken en in te zetten. Maar uiteindelijk zou het toch een doel moeten zijn dat dat tijdelijk is. En als dat niet zo is, dat er dan toch beperkingen overblijven, dat je dan toch nog een selectie hebt van hulpmiddelen om het leven aangenaam, maar ook vooral veilig te laten verlopen in de jaren die je nog hebt. Boukje, heb jij een aantal voorbeelden van hulpmiddelen die handig zijn in de eerste periode na een operatie? Ja, nou, er zijn een aantal hulpmiddelen inderdaad die je tijdens de eerste periode na de operatie kan gebruiken. En zeker met een heup is het raadzaam om niet door de 90 graden grens heen te gaan. En 90 graden bedoel ik met het ten opzichte van het bovenlichaam, ten opzichte van je bovenbeen. Als je daar niet dit gaat doen. Want het heupgewricht, als je daar door die 90 graden heen grens heen gaat, is er een kans dat die uit de kom gaat. Dus je moet ervoor zorgen dat je die 90 graden aanhoudt. Dat zal je altijd van je orthopeed ook terugkrijgen. En dat gaat met name om de eerste periode van zo'n 6 weken dat het bot echt moet genezen. En hulpmiddelen die je daarbij kan gebruiken zijn onder andere bijvoorbeeld een toiletverhoger op je eigen toilet. Het toilet is vaak wat lager en als je deze erop zet, hoef je niet gelijk een heel toilet te vervangen. Deze kan je gewoon, wordt vergoed door je ziektekostenverzekering voor een periode van 13 weken. Gebruik deze dan voor die periode en als het niet meer nodig is, dan kan deze gewoon weer terug en dan kan je gewoon weer gebruik maken van je eigen toilet. Een andere optie is, veel mensen hebben een steuntje nodig om zichzelf te kunnen opdrukken van het toilet. En willen dan niet gelijk hele beugels monteren op de muren of hebben daar geen ruimte voor. Dan is eventueel een oplossing ook een overtoiletstoel. Deze plaats je over je toilet heen en daarmee heb je armleuningen waarmee je jezelf kan opduwen. Deze wordt ook vergoed vanuit de ziektekostenverzekering voor zo'nzelfde periode. Het aantrekken van je schoenen, ja, een verlengde schoenlepel. Want zelf kan je niet achter je bij je hiel komen. Dan gebruik je de verlengde schoenlepel om je schoenen makkelijk aan te trekken. En wil je toch gebruik blijven maken van veters, dan is misschien een paar elastische veters een oplossing. En de grijphulp, wel bekend denk ik voor de meeste mensen, waarmee je dingen van de grond af kan rapen. Denk gewoon aan de post die door de brievenbus heen valt en die je van de mat af moet rapen. Ik denk dat dit wel de meest voorkomende producten zijn die je kan gebruiken bij de revalidatie. Bij een vervangen van een knie. Maar natuurlijk een gebruik van een paar krukken, een looprekje of een rollator. Die, als je lid bent van de ledenvereniging, mag je die ook voor een periode kosteloos lenen van ons.
bij deze. Dankjewel. Tenslotte heb ik ook nog een vraag gezien. Ik heb gewrichtsklachten al sinds mijn tienertijd. Is artrose alleen iets wat je bij ouderen tegenkomt? De vraag is van, iemand vraagt via de chat van ik heb al vanaf mijn tiende gewrichtsklachten. Laat ik maar zeggen dat natuurlijk niet, dat mag je geen ouderdomsartrose noemen, dat is duidelijk. En ook niet dat het zo als het gegeneraliseerd is, met andere woorden, dat het meerdere gewrichten in je lichaam betreft. Dus ja, het is feitelijk een heel individuele vraag met betrekking op iemand zijn eigen situatie. Dus dat gaat eigenlijk buiten de artrose zoals we die vanmiddag hebben besproken. Een andere oorzaak, hè, want het is natuurlijk niet normaal dat je vanaf je mag het niet normaal vinden en niet normaal noemen, dat je vanaf je tiende in meerdere gewrichten last hebt. En je kan het geen artrose noemen volgens het principe van slijtage van het kraakbeen, want dat kan ook niet op jonge leeftijd. Dus dat is een vraag die je eigenlijk in je nabijheid aan de huisarts of aan een fysiotherapeut moet stellen. Van wat kan ik ermee en hoe kan dat en wat is hier aan de hand? Ja, dankjewel. Ik zag tenslotte nog een vraag. Orthesen, wat is het en waar kan ik het verkrijgen? Nou ja, iets wat je vervangt heet een prothese. Mm-hmm. Prothese. Dus dit is een heupprothese en dit is een knieprothese. En een orthese is een hulpmiddel wat je van buitenaf aanbrengt. Oftewel een corset. Een corset, een brace. Wat met name bij een knie van belang kan zijn. Als je artrose hebt in je knie en je wil wat ondersteuning hebben, omdat je er af en toe doorheen zakt en dan een pijnscheut onder vindt, dan is een kniebrace, een orthese, zou een oplossing kunnen zijn. Er zitten natuurlijk ook weer nadelen aan. Dat je daar je wat passief in gedraagt en dat juist je spierkracht afneemt. Maar toch, maar dat is dan een orthese, een hulpmiddel van buitenaf, zoals een brace. Een zwachtel, een bandage. Dankjewel. We hebben heel veel vragen uit de chat proberen te beantwoorden. Maar mochten er nog andere dingen zijn die je kwijt wil, waar je een vraag over wil stellen, of wil je gewoon ervaringen uitdelen, kunnen jullie natuurlijk ook altijd terecht op de stamtafel. Ik hoop dat jullie het webinar interessant hebben gevonden. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ook Frans en Boukje bedankt voor de presentatie en het beantwoorden van de vragen. En wie weet tot de volgende keer om weer te kijken. Bedankt.